U kijkt naar Omroep Krijtland met vandaag de volgende programma's. Het regiojournaal. Koetsen door het Krijtland. In de muziek is iedereen gelijk. Voor de Mutse voetbalteams is het een winterstop. Maar voor de meisjes C-team van Erke NVC Partij stond er zaterdag 16 januari toch nog een wedstrijd op het programma. Het team dat in deze samenstelling voor het eerst aan de competitie meedeed, had nog enge wedstrijd nodig om zich kampioen te nemen. Rob, de beste trainer van het team van Erke NVC. Wie is het verlopen dit seizoen? Dit seizoen is eigenlijk uitstekend verlopen. De meiden zijn in augustus begonnen. En hebben zich op een geweldige manier gemanifesteerd. Dit seizoen is eigenlijk met afstand het beste seizoen wat we als meidenteam getraind hebben. Maar ja, het is ook de eerste keer dat het meidenteam in Mechelen en Partij samen gaat voetballen. Dat is eigenlijk uniek. En hoe zijn we hier eigenlijk niet gekomen? Er is de laatste wedstrijd. Wat gaat hier gebeuren? Wat nu gebeuren gaat is eigenlijk heel duidelijk. De meiden zitten met overmacht op dit moment in het voetballen. Zo'n 6-7-0 voor, geloof ik. En bij winst zijn ze kampioen. En dat werden de feestje? Ja, dat mogen de meiden zelf maken. Hè. Dus, als coach zit ze aan de andere kant, maar het is leuk om ze te begeleiden. Maar feestjes maken ze zelf. Vanwege de toestand van de grasvelden in Partij en Mechelen wordt uitgewerkt naar het kunstgrasveld in Gulpen. De meisjes van Born waren bereid om naar Gulpen te komen. Ze hadden niks meer te winnen of te verliezen, omdat ze toch een beetje onraad stonden. Maar voor de meisjes uit Mechelen en Partij wordt de winst wel noodzakelijk. Gelukkig laat de tegenstander hun winning in de weg. Dames, proficiat, gewonnen. Wie wordt het u? Goed, het ging goed beter, maar vooral wel zijn overwinning. Mooie goal, hè? Ja. Het wordt een flinke overwinning, hè? Ja. De tegenstander, niet zo heel goed. Hè. Maar stonden onderaan, maar het ging wel goed. Ga je wel beter verwacht van onszelf. En wat gaat nu gebeuren? Ja, nu feesten natuurlijk, hè. Vieren. Ja. Dus het laat is er nog. Ik wel. Goed, en wat gaat er volgend jaar gebeuren? Ja, we verzoeken eigenlijk nog een nieuwe vrouw die bij ons team willen komen. Bij RKMVC, de MC1 daar. Dat we ook het tweede team kunnen beginnen, maar we zullen met veel meisjes. En we willen er nog meer bij. We kunnen juist geen tweede team vervullen. Dus als er nog meisjes willen komen voetballen, dan is het welkom. Proficiat, dankjewel. Dankjewel.
Dit is de Catharinakapel, de oudste zaalkerk van Nederland. Boezen is die heel oud en binnen is ze supermodern beschilderd in de cobra-stijl. De Catharinakapel in Oud-Lemiers stamt wellicht uit de Karolingische tijd en is in 1978 aan de binnenzij gans beschilderd door kunstenaar Hans Truye. De kapel die staat in feite met de vis in je water. En op het ogenblik is dat water aan het optrekken door de moeren. Die verf die begint af te bladderen. En de hele interieur is in een hele versleten toestand. En we willen nu proberen om die kapel warm zo terug te brengen, zo wie Truye ze had geschilderd in 1978. Maar het zal een heel karwei worden om die weer in de oude toestand te krijgen. Ja, de kerk is er eigenlijk best erg aan toe natuurlijk. Ik bedoel, we zijn hier al sinds 2005 of zo aan het restaureren. En iedere keer komt toch de verf weer los. En de schilderingen zijn geschilderd in acryl. En je moet je voorstellen dat een beetje een laagje plastic is, wat je op die muur aan hebt gebracht. Dus dat kan niet lekker ademen. En ook door de lage temperatuur is die verf niet meer heel flexibel. Dus die krult iedere keer weer van de muur af. Ik had er vroeger aan meegewerkt, dus toen ik 16 was, ben ik van school afgegaan. En heb ik mijn vader meegeholpen met het uitzetten van een houtskool met vier kanten in dat tongewelf. En heb daar in die maanden dat hij daar gewerkt heeft, heb ik daar meegeholpen. Soms de grotere vlakken mocht ik dan schilderen. En ik heb het ontwerp wat hij had in stukjes gezaagd, zodat hij vierkantjes had. En dan kon hij met een vierkantje. Wat ik weer een vergroot had in de houtskool. In een vierkantje kon hij weer schilderen. Dat is eigenlijk een vrij oude techniek is dat. Die vroeger veel gebruikt werd. Hans Truye is in 1928 in Surabaya geboren. Zijn jeugd brengt er durg in Den Haag en in Nijmegen en hij studeert onder meer aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. In 1970 trekt er zich als vrije schilder terug in zijn atelier op huize Retersbeek in Klumme. Veel van zijn werk bevindt zich in museale collecties zoals het Bonnefante Museum in Maastricht, Museum van Bommel van Dam in Venlo en het Gemeentemuseum in Remmen. Hans Truye is gestorven in 2005. Ja, ik kreeg die opdracht dan en ging dat samen met een vriend. En die was, dat was een geestelijke, rector Bende. En die, de iconografie moet natuurlijk kloppen. Dus mijn vader kwam met het verhaal en hij wist best wel veel van de Bijbel.
Dus daar hebben ze dat hele scheppingsverhaal doorgenomen. En daar heeft mijn vader zijn verhaal van gemaakt, op zijn wijze. Also zunächst mal ist es eine Ehre, ein Stück eingebunden zu werden und ich hätte sicherlich bei einer konkreten Nachfrage auch versucht zu helfen. Ich glaube, das war aber gar nicht erforderlich. Es sind genügend Menschen dort beteiligt, die wissen, was sie tun. Und ich fasse es als Ehre auf, dass man wahrnimmt, dass die Region hier zusammengehört und dass man auch von Aachen aus gerne eine Begleitung dieses Prozesses gehabt hat. Das Problem dieser Gestaltung ist, dass die Art der Materialien, die verwendet wurden, eine so lange Zeit nicht übersteht, wenn man sich nicht darum kümmert. Und ich glaube, dass die Katharinenkapelle es in der Gestaltung aber verdient hat, dass man sich darum kümmert und dass man die Gestaltung auch zukünftigen Generationen noch zeigt. Es ist in jedem Fall Kunst und es ist die zurückliegende Zeit, also Geschichte. Natürlich muss das jeder selber bewerten. Es hat seine Berechtigung und es muss wertgeschätzt werden, weil es eine wesentliche Gestaltung eines wichtigen Gebäudes ist. Und für die Region sind Kirchengebäude dieses Alters mit einer solchen Geschichte auf jeden Fall etwas Markantes, etwas, was die Entwicklung der Region prägt und etwas, das man nicht verstecken sollte, sondern zeigen sollte. Momenteel zijn we bezig met het fixeren van de opstaande verfschilfers. Om deze te fixeren, bevochtigen we eerst de schilfer voor met een mengsel van water en ethanol. Dit gaat ervoor zorgen dat de lijm die we gebruiken om te fixeren dieper doordringt en dat de lijm ook overal goed aangebracht kan worden. En tegelijkertijd wordt de verfschilfer ook al een klein beetje zachter, zodat deze niet afbreekt bij het fixeren. En als laatste stap gaan we met een warme spatel, een klein strijkijzertje eigenlijk, de verfschilfer mooi vlak tegen de muur duwen, zonder dat deze afbreekt. En een laatste fase kunnen eventuele verfresten verwijderd worden met een mengsel van solventen en water. Op het eind van de oorlog, er moeten dus loopgraven gemaakt worden in Nieswiller. En daar komen de Duitse militair, die houden lijsten van de gemeente waar opstond, waar mannen waren. Die komen er met en die jonge Hoesner, want zaten heeft hun drie mannen ook verzoend, die moeten die loopgraven met komen maken. En dat groef vuur is morgens, tussen 6 uur is morgens groef het verdorg dat luik van de kapel over naar de zolder op, naar het torentje neer. En de zoot ze verdam midden de maanden 15 bij 20 zoot voor in dat torentje. En daar wordt nog dat galmgat toe. Dat is ook voor die Duitsers komen. En dan, ja, dat doet ze eigenlijk nog niet met z'n armen. Van angst dat ze zich daar zouden ontdekken. En de jongen die de huis onder, en dan komen die weer bij de man van mij. En dan zaten ze, ja kijk, hij zijn drie mannen. Voor zijn die? Ja, zat de man, die werken op de mijn, die zijn op dagdienst. En dat wordt goed, de jongen ze. En dan blijven we er zitten, bestaat voor die warme roep, zo'n jongen. En dan jongen van warme raaf. Maar de hand van een week lang zijn voor ieder morgen dan 6 uur op moeten klimmen. En dat trok van de ledder op. Dus trok dat luik erop en dat trok van de ledder op. En dat luik zo. En dan zo ze voor in dat tuintje erover.
We zijn nu zover dat wij de restauratie kunnen afsluiten. We kunnen niet echt spreken van een restauratie. Het is een consolidatie. We proberen te behouden wat te behouden valt. Het wordt ook niet allemaal helemaal gereconstrueerd. Dat gaat niet. Zeker met dit soort moderne kunstwerken is dat heel, heel erg moeilijk. Het streven is nu, omdat het kunstwerk toch constant degradeert. We hebben het de hoofdoorzaak, veroudering van de verf, de niet juiste ondergrond voor deze toepassing, de vochthuishouding enzovoort kunnen we niet zo beïnvloeden. Dus we moeten ermee leren leven dat het kunstwerk constant aandacht nodig heeft. En vanaf nu zijn alle middelen die we nu beschikbaar gaan krijgen, en we doen ons best allemaal om dat ook te geld binnen te krijgen. Dat wordt gebruikt om elk jaar de schal terug te laten komen om weer wat bij te werken. En op deze manier hopen we toch het kunstwerk nog heel lang te kunnen behouden. Ik sta rommer aan de lui wanneer ze binnenkomen. Ik waarschuw, er is een cultuurschok wanneer er een komt. Die kapel is Jans Oudboese en Jans modern van binnen. En het is er zo, men te lui, dus niet gewaarschuwd, ze dan komen binnen en ze kijken en dan zeggen ze, het is een kingerenwerk weer. Dat is echt kingerwerk. Maar wanneer ze de oorslag gaan krijgen, dan sleet de mening met zijn Janse. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Toen ik er voor de eerste keer kwam, toen het af was, ik ben daar ook tussenposes niet geweest, en dat heb ik nu nog steeds, daar ga ik zitten, want het overdondert je. Ik kom dan in een schilderij van mijn vader, dus dat ligt best wel emotioneel toen hij gestorven was. Ik ben er ook een hele tijd niet geweest, daar heb ik al lang mee gewacht, want ik weet hoe heftig dat kan zijn. En dat is natuurlijk voor een ander is dat ook, voor mij, omdat ik dat persoonlijk nog erbij heb. Dat mijn vader niet meer leeft en dat het een heel persoonlijk iets is. Je komt binnen en je zit in een schilderij, de nalatenschap van mijn vader. Zit je middenin. Dus dat werkt heel emotioneel. Dus ik kan me ook voorstellen, als je nou nog nooit van dit soort kunst hebt ervaren, dat heel heftig is. Wie de truien herinner kwam in hun 78 om dit te beschilderen, toen voelde hem eerst hij de boog op. Dit is een boog ohne afscheidingen. Hij zat daar ook de Janse boog, dat neem ik als de hemel en hij wordt versteund als de eerd. Ik probeer in die oukerig hummel en eerd te verbinden. En het scheppingsverhaal moest ze beelden. Het begon door met dat groene zwarte vlak, dat rijdt van de hummel bis de eerd. Het is het begin van de schepping. In het begin van de schepping word je lid, je band, je sterren, je zon, alles wordt duister. En dat schildert hij met dat vlak. God kwam en blies over de wolk. Het is de blozende en heigende God. En oest de chaos ontstomen de planeten. Toen schiep God de mens, bovendig, heer Adam en Eva. De eerste mens, dem zit ze centraal in het heelal. En aan die kant zit er het hoofd van de Madonna. En oest de geboorte van de Messias vloeit het levenbrengend water, de Jaanse moer vol. Hier zit er de Messias ongeboren. Hij dansend als kind over dat water heen en door de volwaardige Christusfiguur. Wanneer hij van de Janse Moer bekijkt, dan ziet er de Janse Moer die steed in het zegen van de Heer. We'll be right back.
Welkom, dames en heren, beste kijkers van Omroep Rijnland bij Carnaval Alles. In deze aflevering kunt van de Nieswiller naar het jeugdcarnaval treffen, over mooie beelden handgemaakt, verzonnen schlennig bij het buiten treffen en verhandig beeldbevuurig van in de carnavalswinkel, waar nu inkopen ze doen om eens te kijken wat er allemaal geboden werd, zo voor de carnaval.
Wim, we zijn hier naar carnavalswinkel van Dieg. Vertel eens wat eigenlijk de hit is voor de vrouwen dit jaar. Voor de vrouwen dit jaar? Nou, wat voor heel veel vrouwen nog heet, dat is de 70s en de 80s. Disco is ook erg een vraag en natuurlijk de piraat, dat lukt altijd. En wat voor dit jaar opvallend heet, waar een terugkomer, de clown. Echte clown is er maar één, ook voor de manslu. Ook voor de manslu en vooral voor groepen. Want de groepen, ik denk dat we dat een beetje in te wijten aan dat wat momenteel aan het gebeuren is. En in Frankrijk is gebeurd dat het SWAT, het politie gebeuren, een beetje in goed is gegaan. En dat is nu het ludieke, de kloon, daarvoor weer een truc gepakt. Hey, wat ik je hier zou willen vragen is, het is een gans kort seizoen natuurlijk. Is het dan lekker druk? Komen er veel lui binnen? En wie geeft het voor de rest? Het is zeker kort termijn hoe we nu overheen. De drukte die verwacht ik wel nog op de laatste 2 weken, maar we mogen niet klagen, het lukt wel heel lekker en sommige dingen zijn zelfs al uitverkocht, dus ook daar mijn verrekening niet houden. Niet alleen hij is het natuurlijk een korte periode en hoe het vloot gaat, maar het hele land. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, Lui, wanneer welkom, kom vloot. We zijn nu in Volst, dat mag ik wel even erbij zeggen. Maar hoe is het, komen ook veel Duitsers heen of was ze alleen maar Lui van Volst of komen ze eigenlijk overal vandaan? Nou, een paar jaar geleden hadden we de tendens dat heel veel van over de grens de Duitse grens komen. En sinds een jaar of 3 hebben we ook namelijk een zaak in Okelië. En de Duitsers, Uiger, die trekken dus meer naar Oken toe, maar nu hebben we heel veel Belgen. Dus van Roren, van Monsen, van die kanten allemaal. Zeg, en dan tenslotte nog even, de kloon is er heet 6 nu warm. En wat van de prijsklas moet zij denken met zo'n ganse kloon wil schellen? Zo'n ganse kloon, bedoel, je hebt goedkope, de duurdere kloons. Maar een gemiddelde kloon, wint ze telt rond 35, 37 euro. Dat is best wel aardig in de richting. Oh, dan moet ze gewoon een paar bierwinniger drinken en dan geldt ze een schone kloon dus. Dat beer is maar even, de kloon is verlangen, hoor. Dus het is eigenlijk een betere investering. Moes, moes, super lekker snoes, van weer meer naar hoes. Moes, moes, super lekker snoes, van weer meer naar hoes. Moes, moes, super lekker snoes, van weer meer naar hoes. Ja, dat lohnt wir uns ganz gut, nur gut, ein Spielegang, ein Mus. Ja, dat lohnt wir uns ganz gut, nur gut, ein Spielegang, ein Mus. Hopp, 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 oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Hopp, hopp, Mus, Mus, super lecker Snoes. Kom met mij naar huis. Moes, moes, super lekker snoes. Kom met mij naar huis. Moes, moes, super lekker snoes. Kom met mij naar huis. Ja, dat komt weer ons dat goede noedeloed. En spelen dat en moes. Ja, dat komt weer.
Moes, moes, super lekker snoes. Kom met Big Taboes. Ja, dat doet weer ons kans. Poeder, doeder, loed. En spelen kat en moes. Ja, dat doet weer ons kans. Poeder, doeder, loed. En spelen kat en moes. Moes, moes, super lekker snoes. Kom met Big Taboes. Moes, moes, super lekker snoes. Kom met Big Taboes. Moes, moes, super lekker snoes. Kom met me naar huis. Ja, dat doet weer ons kans. Poeder, doeder, loed. Het spelen kat en moes. Ja, dat doet weer ons kans. Poeder, doeder, loed. Het spelen kat en moes. Hey! De Moes Polka. Zijn koude jeugd, dat is nog woorden hier. Vuurde nu aan het van Jezus, de wind die aan al je nog leeft. Lot vuur ons nog verbraven, ruze dat brengt ons niet bier. Wie nu zijn zeeën en herren, je mist de carnaval zien. Of kring, of dik, of dun, dat is nog janse jaar. Daar is en ziet, daar zijn voor je lief, dat is de carnaval. Ja, de deugens lekker de jeugd, dat is nog voor de meer. Vuur de noem alles van Jezus, de wereld die had al je nog leeft. Lot vuur ons toch vermagen, ruze dat brengt ons niet wie. Wie dus hun zeeën en herren, je mis de carnaval zien. Of schwarz, of grief, of oud, of jong, dat is ook janse jaar. Toch is en ziet, dat is het voor je lief. Dat is de carnaval. De duizend lekker de jeugd, dat is toch woorden meer. Vuurde nu alles van Jezus, de wereld die had al je nog leeft. Lot vuur ons toch verbraven, ruze dat brengt ons niet meer. Finale! Of berg, of vlieg, of vuls, of mid, dat is ook janse jaar. Door is en ziet, door zijn vuur je lief, dat is de carnaval. Hey! De duizend zeker koude jeugd, dat is toch woorden meer. Vuurde nu alles voor Jezus, de wereld die had al je nog leeft. Lot vuur ons toch verbraven, ruze dat brengt ons niet wie. Wie duizend zeeën en herren, wie mist de carnaval zien. Wie duizend zeeën en herren, wie mist de carnaval zien. Dankjewel, we wensen u een schön carnaval in Amsterdam in de Moesvolks. Dankjewel! Nee, ik snap het zelf ook niet. Want ik heb echt alles met. Ja, en toch ben ik nog altijd alleen. Ja. En ik heb al van alles geprobeerd om over de maan te komen. Van alles. Zo ben ik op tweede hemelvaartsdag, ja, bij mij voor de deur op de stop gaan zitten.
met een kratje jupilairtjes. Mannen weten waarom. Ja, ja. Je hebt eigen gemaakte ballen erbij, half en half. En dan zat ik in mijn luchtigste kletje. De ganse zomer. Dan lieverde niks op. Gewoon blijven zitten, zag de buurvrouw. Ja, want Limburgs mooiste komt een van deze dagen voorbij. Ik denk maar die is voor mij. Maar dat waren zo'n 8000 mannen. Op zoveel ballen had ik niet gerekend. Heb ze nog dat gekke pijksje, of die lange zin in die hoop? Die gekke dag zit hier op ons hoop, en wil ze nog lang niet komen. Lopen, lopen, vliegen, wie nou de hoop?
Tot zover deze uitzending. Programma's ziet u ook op onze website en op Facebook.